Menna, gefeliciteerd met de opening van deze zaak. Ja, dank u wel. Hoe heb je het besluit genomen om van de overkant van de weg hier een nieuwe winkel te openen? Nou, dat kwam eigenlijk doordat we ruimte tekort hadden. En er was vraag naar wat meer accessoires en wat meer meubels. En dat konden we eigenlijk niet kwijt meer. Dus we hadden zoiets van, we hadden dit pand eigenlijk al een tijdje op het oog. En we vonden het een mooi grote locatie. Alleen het was een beetje veel, want de bovenkant moest er dan ook bij gehuurd worden. En toen hadden we zoiets van, dan is het misschien nog een te grote stap, zeg maar. En toen, deden ze eigenlijk het pand los van elkaar verhuren. En toen hadden we zoiets van, dan durven we de stap wel aan. Dus toen zijn we verhuisd. Eerst heette het krantenkabinet. Ja. En zijn jullie op een andere plek begonnen? Kan jij in het kort vertellen op welke plek je begonnen bent en hoe je hier gekomen bent? Ja, we zijn 14 jaar geleden zijn we begonnen. En toen zijn we bij de Chinees in het steegje zijn we begonnen. En toen hadden we een heel klein winkeltje van 25 vierkante meter. En dat werd natuurlijk al gauw te klein. Dus toen zijn we verhuisd naar de Sluisweg. Dat is hier zo tegenover. Ja. Eerst waar nu Diva Shoes zit, daar zaten we eerst. En dat was 50 vierkante meter. En dat werd na een paar jaar weer te klein. Dus toen zijn we weer een slag groter gegaan. En toen zijn we dat was toen nog Maxime. Daar zijn we toen ingegaan en dat was 100 vierkante meter. En uiteindelijk zitten we nou hier en dat is 200 vierkante meter geworden. Dat is toch geweldig als je een zaak zo ziet groeien. Ja, we hebben het allemaal in kleine stappen, zeg maar, zijn we groter gegroeid. Ja, we zijn letterlijk eigenlijk elke keer uit ons jasje gegroeid. En jullie verkopen echt hele leuke dingen, cadeauartikelen. En ik zag ook ustaan, dus laarzen, ja. Tassen. Kaarsen. Ja, we zijn eigenlijk begonnen met kransen en zelfgemaakte artikelen. En daarna zijn we het wat uit gaan breiden toen we wat groter werden met wat meubels. En ons belangrijkste merk is dan Riviera Maison. Dat is een meubel- en accessoiremerk. En nog wat later zijn we dan de UX erbij gaan verkopen. En dat is misschien een hele rare combinatie, maar wij vonden het wel heel leuk. Want we hadden dat gezien, een keertje die combinatie in Scheveningen. En dachten van ja, dat is misschien een hele leuke uitbreiding voor onze winkel. En dat is het ook gebleken. Want Strandleven is een zonnige naam. Ik hoop ook op een zonnige toekomst voor jou en vooral je medewerkers. Ja. Dankjewel voor het gesprek. Graag gedaan.